Nijmegen staat stil bij de Waaloversteek, het onderdeel van Market Garden dat het begin was van de bevrijding van Nijmegen. Woensdagochtend werd er weer stilgestaan bij de Waaloversteek van 1944. 79 jaar geleden staken Amerikaanse militairen de Waal over om in de avond van 20 september de Nijmeegse bruggen te heroveren van de Duitse bezetter. Dit was uiteindelijk het begin van de bevrijding van Nijmegen. Op 20 september 1944, dus 79 jaar geleden, staken Amerikaanse soldaten hier de rivier over. Eigenlijk een soort van wanhoopspoging om een doorbraak te krijgen en de stad te bevrijden. En dat is ook gelukt. Daarbij zijn wel 48 Amerikaanse jongens omgekomen. Ja, en zij worden hier herdacht in het monument wat hier staat. En natuurlijk ook op de dag zelf staan we erbij stil. Met een heleboel Amerikaanse vrienden die er dan ook bij komen. Altijd een heel speciaal moment. Tijdens de herdenking zijn meerdere sprekers aanwezig, waaronder militairen uit Amerika. We do not forget the citizens of Nijmegen and of the Netherlands that also died. We remember the 48, but we do it with an eye to the Dutch citizens that supported us and the soldiers that we fought with. Ja, ik vind het altijd een heel speciaal gevoel als ik hier zit en ik hoor ook vooral die Amerikaanse militairen, ook de Nederlandse militairen sprak, die spreken dan toch rechtstreeks op je hart in, rechtstreeks op de emotie en proberen ook uit te leggen wat hen beweegt en wat die jongens 79 jaar geleden heeft bewogen, hun angst, hun vrees, maar toch ook hun doorzettingsvermogen om het mogelijk te maken. Wat vond u van de ceremonie? Indrukwekkend. Ja, erg indrukwekkend, ja. Ja. We hadden het nog nooit gezien, maar ik vond het erg mooi, ja. En ook echt mooie woorden die gesproken werden door alle aanwezigen, dat komt wel binnen, hoor. Super fijn om te herdenken, want dat ze allemaal voor ons hebben gevochten, voor onze vrijheid. De kinderen uit groep 7 van basisschool De Oversteek waren aanwezig onder meer om kransen te leggen. We hebben het Amerikaanse volkslied, het Wilhelmus, gezongen. En we hebben een gedicht voorgelezen. Burgemeester Bruls vindt het heel belangrijk dat de ceremonies blijven bestaan. Zo blijven mensen beseffen dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Geen fan te zijn voor de leger. Oorlog moeten we verafschuwen, maar helaas, soms gebeurt het. En dan is het toch wel belangrijk dat er ook mensen knokken voor onze vrijheid en voor onze kinderen. In Heteren opent woensdag een nieuw NAH-café. Dat staat voor niet aangeboren hersenletsel. In de huiskamer van Heteren bevindt zich een expositie over de vele vormen van niet aangeboren hersenletsel, de vele gevolgen hiervan en met kunst en verhalen van mensen uit deze regio. In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen te maken met niet aangeboren hersenletsel. Onder hen bestaat er een sterke behoefte aan lotgenotencontact, terwijl hun omgeving niet altijd volledig begrijpt wat deze diagnose inhoudt. In het NAH-café in Heteren wordt daar aandacht aan besteed. En dit gebeurt op een creatieve wijze. Er is nu een expositie, die wordt straks geopend, over een paar minuten. En dat zijn allemaal de exposanten, zijn mensen die een NAH-afwijking hebben. Er is iets gebeurd in de hersenen, waardoor ze na revalidatie soms beperkingen hebben nog. Het lastige van die NAH-ziektes is dat je het vaak niet aan de buitenkant ziet. Mensen met NAH moeten vaker bewuster omgaan met hun tijd en ontspanning. Velen ervaren dat creatieve activiteiten hen hierbij ondersteunen. Ik heb een aantal schilderijen hier hangen, waarmee we dus ook een deel van het verhaal laten zien van iedere deelnemer en hun reis met NAH. Als jij denkt aan niet aangeboren hersenletsel, denk je vaak aan oudere mensen. Maar ik ben er ook. Ik heb een fietsongeluk gehad in 2010. En daarna nog een auto-ongeluk in 2016, waardoor het hersenletsel versterkt is. Heel veel mensen die wij in het café hebben, die hebben moeite met prikkels. Dus vandaag is best wel druk.
Je hoort misschien wel geluid achter me en ik kan slecht filteren. En meer van onze deelnemers, dat kost gewoon heel veel energie. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. En daar worden ze heel erg vermoeiend van. We hebben een aantal artiesten hier, want ik blijf het artiesten noemen, met deze mensen, die iets prachtigs neer hebben gezet en waar ze waarschijnlijk niet toe gekomen waren als ze niet iets mankeerden. De werkzaamheden aan de Waaldijk bij Herveld zijn eindelijk klaar. Vanaf vrijdag kan er weer gereden worden tussen de Dijkstraat bij Herveld en het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk. Dit traject heeft dan bijna een jaar dichtgezeten voor dijkverzwaring. Afgelopen juli ging iets oostelijker het Waaldijkgedeelte tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk al open. De laatste 2 kilometer van dit deelproject ligt tussen de Ewijkse brug en Dodewaard. Dit zal naar verwachting eind november of begin december klaar zijn, zodat nog voor de kerst de hele Waaldijk op Overbetuws grondgebied op orde is. De verlenging van de A15 vanaf Bemmel naar de A12 bij Zevenaar is op zijn vroegst een realiteit in 2029. Dat blijkt uit stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij Prinsjesdag, meldt Dagblad de Gelderlander. Het roept vragen op of gebruikers van de weg überhaupt wel tol moeten gaan betalen. Bij de oorspronkelijke plannen voor de aanleg besloten het Rijk en de provincie Gelderland dat een deel van de kosten opgebracht zou worden door de gebruikers. En inmiddels gaat het om een bedrag van 519 miljoen dat nu nog mist op de begroting. En een bijzondere situatie in Groesbeek. Op 10 oktober opent daar een nieuwe Albert Heijn supermarkt op slechts 100 meter van de huidige Albert Heijn vandaan. Albert Heijn heeft namelijk 60 winkels van Jan Linders overgenomen en de meeste worden omgebouwd tot Albert Heijn Jan Linders. Dat is ook hier het geval en Jan Linders blijft dus eigenaar van deze winkel. Toezichthouder ACM heeft de situatie in Groesbeek goedgekeurd omdat er ook nog voldoende andere supermarkten in de omgeving zijn. Ja, dan goed en bijzonder nieuws. De Mechelse herder Luca uit Wamel is deze week na 5,5 jaar vermissing alsnog teruggevonden en herenigd met haar baasjes. Luca verdween als puppy in januari 2018 van het erf van Toon en Jolanda, vermoedelijk door diefstal. Een buurman zag destijds een auto met 2 mannen langzaam door de straat rijden en bij het huis terug de oprit oprijden. Daarna was Luca weg. De vrees ontstond dat de pup was gestolen om mee te fokken. Dat was toen de mooiste uit het nest. Maar ja, daar hebben we maar even van genoten toen. Bijna 3 maanden was ze toen hier. En toen was ze weg. 5,5 jaar geleden verdween pup Luca van het een op het ander moment zomaar van het erf. Dit hek zat gewoon dicht. Maar het is gewoon ja, een poort die honden normaal zelf niet open kunnen maken. En zeker geen pup. Ja, ze hebben hem gewoon weggehaald. Dat heeft de politie bevestigd. En nu, 5,5 jaar later, kreeg Jolanda Peters ineens een telefoontje. Luca was gevonden. In eerste instantie dacht ik dat ik voor de gek gehouden werd. Ja, ik denk, ja, Luca, ja, we hebben een hond gehad die Luca heet. En maar we hebben echt Luca, we hebben het net uitgelezen. Ja, en dan kom je daar en dan denk je inderdaad van, jee, wow. Ze is het. Je kunt ook zien aan het witte vlekje hier nog. En de grove poten. Maar ze reageerde meteen op de stem van mijn man. Luca maakt het goed, maar wat er precies gebeurd is, blijft een raadsel. Wel veel pups gehad, want dat zie je aan de buik. Het is allemaal een beetje flubberig. Dus ik vind het wel heel vreemd zelf, want het is natuurlijk 5,5 jaar en toen was het een pup. Na 5,5 jaar had ik zeker niet verwacht dat wij een telefoontje kregen dat ze het gevonden hadden. Niet doen. Die hoop die was al lang vervlogen. Ja. Vandaag was een wat winderige dag, maar het bleef wel droog bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en blijft het droog. De temperatuur daalt ook niet veel en komt uit op een minimum van 17 graden tegen de ochtend. Morgen dan belooft wel een vrij regenachtige dag te worden. In onze regio kan het nog tot de middag duren voor het regengebied ons bereikt. Maar vervolgens zal er zo'n 12 mm vallen en wordt het in de nieuwe nacht pas weer droog. De rest van de week en ook in het weekend blijft het wisselvallig met af en toe een regen- of onweersbui. De verdere vooruitzichten zijn wel beter. Volgende week loopt het kwik namelijk weer wat op tot zo'n 25 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van woensdag 20 september. Nu op RN7 zie je een gloednieuwe documentaire, De Oversteek, over de Waaloversteek van 20 september 1944. Alle reportages en andere programma's zijn altijd terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Graag tot morgen!